Het filiaal van Stichting Lobby Health Center in Nieuw-Nikeri staat nu op een andere locatie. Het filiaal dat aan de Cederstraat staat is gisteren geopend. Minister Antoine Elias heeft zich persoonlijk ingezet voor het realiseren van de nieuwe kliniek van Lobby. De directeur Nancy Bandu benadrukt dat de preventieve gezondheidszorg, bescherming en wetenschappelijke vooruitgang essentieel zijn voor het gezond houden van een samenleving. Ook de Nigeriaanse gemeenschap heeft daar recht op, zegt Bandu. Stichting Lobby Health Center is al 41 jaar actief in het reisdistrict. De stichting is inmiddels uitgegroeid tot een goed georganiseerde public health organisatie met een breed pakket aan preventieve gezondheidszorgdiensten.